zijn prachtige schilderijen te vinden, door de bekende schilder Mattia Preti geschilderd. Een schilder die uit Calabrië, uit Italië afkomstig was, maar heeft een grote tijd van zijn leven doorgebracht in Malta. Hij is ook toegetreden tot de Johannieter Ridderorde. En wanneer u in Valletta geweest bent en de Sint-Jongskoppenkathedraal bezocht heeft, dan heeft u dan ook het plafond kunnen zien. Afgebeeld daarop het levensverhaal van Johannes de Doper, geschilderd door diezelfde Mattia Preti, die ook in de Sint-Jongskoopkathedraal begraven ligt. Maar dus ook veel werk van diezelfde schilder in deze parochiekerk in Zurich, want hij heeft in dit dorp gewoond. En you can see the ready soil, ladies and gentlemen. Dat is called Hamria van kleur. Het wordt in het Maltese Hamria genoemd en de aardappels die doen daar uitstekend op. En ja, sommige velden is men al aan het voorbereiden voor de aardappels. En van die aardappels, de zogenaamde Malta's, die worden dan geëxporteerd naar Nederland. En maar ook wel naar België en naar Duitsland. En dit jaar ook voor het eerst naar Spanje. De aardappel is eigenlijk het belangrijkste landbouwproduct dat wordt geëxporteerd. Verder kunt u in de velden ook altijd die muurtjes zien. Opgebouwd in kleine steentjes. En het zijn de Arabieren geweest die daarmee begonnen zijn met het bouwen van die kleine stenen muurtjes om bodemerosie tegen te gaan. De Arabieren. Die